zijn er hier 40 ton. 20. Vandaag ga ik het balhoofd vervangen van mijn oude stadsfietsje. Dan gaan we eerst de stuurpen eruit halen. Vervolgens ga ik de voorvloer eraf draaien. Als laatste ga ik de stelpuffer afdraaien. Dat gaat meestal wel met de hoofdvloer niet. Even een doekje en een waterpomp erop. Nu zit de voorvork in de trein. Dan kun je zo aftellen. Dan gaan we doen ook. Als volgende gaan we de vaste cups uit de balhoofdbuis slaan. Dat kan met een grote schroevendraaier en een hamer als je het speciale gereedschap er niet voor hebt. Maar je hebt er dus ook speciaal gereedschap voor. Dat is dit. Echt gemaakt om het balhoofd eruit te drijven. Laat het balhoofd buisje zakken. Wat er ook nog op moet is de konus. Die dringen hier. Ook die kun je dan afslaan met een schroevendraaier. Dus je vindt dat je een mooie fiets hebt, dat je het eigenlijk niet op deze manier moet doen. Maar ook daar heb je weer het gevoel voor dat je er beter voor kunt gebruiken. En dat is dit. Dan plaats je op deze manier erop. Dan loop precies over de konus en je kikt hem rustig los. We gaan een omgekeerde volgorde weer opbouwen. Dus we beginnen met de woordkomen, dat is de nieuwe. Ja, zoals je ziet, die moet aangeslagen worden, want dat valt er niet precies op. Dus we kunnen weer met de beroerde schroevendraaier beginnen. Maar ik gebruik dit ervoor. Je ziet dat het een lekker rond ding is, met een groot gat hier. Als we buis zijn, kan ik nu alleen om over te doen. Dan moet ik haar bovenop slaan. De volgende stap is het inbrengen van de vaste konussen. Dat zijn deze twee jongens. Je moet even opletten, want ze zijn niet precies hetzelfde. Dus eentje gaat boven en eentje gaat beneden. Eerst dat vet in de balhoofdbuis. Gaan we het erin hameren. Een stukje hout ertussen. Hoe sla je dat niet kapot? En je tikt hem er rustig in. Ook hier is natuurlijk een speciaal gereedschap voor. En dat is dit ding. Daarmee kun je de cups er gelijktijdig en evenwijdig indraaien. Het moet allemaal niet mega vast. Vast is te vast. Het inbrengen van lager vet in de vaste konus. Daarna de kogeltjes erin. De voorvork met het wiel op zijn plek. En dan de stelcup zodanig aandraaien dat er net geen speling op het balhoofd zit. Meestal bereik je dit door hem handvast aan te draaien. Als laatste de borg in het borgmoer en daarna kan het stuur worden teruggeplaatst.